Welkom bij Van Dijk en het sportprogramma van Oogtelevisie. Ik praat vandaag met Henk Hagenouw. Hij is al 30 jaar de verzorger van FC Groningen. Henk, maar jij bent voordat jij verzorger werd bij de FC, ben jij ook nog even keeper geweest? Klopt. Achter wie? Dat was FC Groningen. Die waren gedegradeerd uit de eredivisie. En dan moet jij ongetwijfeld nog weten, toen was Jan Nordström. Ja. De legendarische handbalkeeper zijn bij hem. Ja. En die is toen weggegaan. En Ron Groenewoud, de trainer, die durfde het aan om met twee amateurkeepers de eerste divisie in te gaan. De ene was Willy Hubbes en de andere was, dat was mijn persoontje op 19-jarige leeftijd als talent. Ja. Ja. Het is er eigenlijk nooit uitgekomen echt, hè? Kreeg je een blessure? Of het... Ja, ik ben het seizoen begon in juli. En ik ben destijds in januari, februari ben ik in de basis gekomen van het eerste elftal. En toen speelden we na competitie tegen Eindhoven. En toen ben ik gigantisch door mijn knie gegaan. Nee. En vanaf die tijd is de ellende begonnen. En het eind van het liedje was dat ik een jaar later ben afgekeurd. Hey, ik had trouwens geen slechtere maandag uit kunnen zoeken, hè, voor jou. Dan ben je eindelijk eens een keer aan de beurt. En dan die wedstrijd tegen Den Haag. Je hebt natuurlijk zoveel wedstrijden meegemaakt. Je weet ook precies hoe de stemming was. Maar voor de kijkers nog even, hoe gaat zoiets na afloop in de kleedkamer? Ja, dat is balen natuurlijk. Iedereen die komt naar zo'n wedstrijd toe met gigantisch hoge verwachtingen. Je weet voor de wedstrijd dat Feyenoord verloren heeft, dus het staat een riante positie. Je kunt 5-2 in het klassement worden. Ja. Ja, en dan krijg je zo'n zeepen met 5-2. Maar ook dat is voetbal, dus iedereen die komt uit de kleedkamer... Zijn schoenmaker ook steeds van Den Haag. Die heeft er 15 keer gezet in de persconferentie. Dat is nou voetbal. Daar loopt hij waarschijnlijk ook al wat langer mee. Ja. Hey, maar dat stellen kun je ook niet zeggen. Maar stel nou dat die wereldcombinatie tussen Selman en Loveren, dat die bal er wel in gaat. Dat wordt 3-3, dat wordt weer een andere wedstrijd. Dat wordt weer een heel andere wedstrijd. Maar ja, het mag niet, hè. Het mag niet. Als. Die jongens dan, net zo'n dag later. Heb je vanmorgen nog iemand op de tafel gehad? Moest er nog iemand gemasseerd worden? Diverse lieden. En wat is dat dan? Is dat een soort klaagzang? Want ze vertellen jou natuurlijk alles, hè? Nou, wat is klaagzang? Je praat gewoon op een normale manier. Dan praat je over wat er allemaal gebeurd is en wat er misging. En in goede tijden... Noem maar zijn Henk die erop lag vanmorgen. Nou, Erik Nefland natuurlijk. Erik is gisteren is hier uitgevallen met behoorlijke rugklachten. Die had hij voor de wedstrijd al. Dus voor de wedstrijd waren we al heel druk bezig geweest om hem een beetje fit te krijgen. Ja. Nou, en we waren blij dat hij nog zo lang kon volhouden. Ja. Maar zo'n gesprek met jou, ze zeggen wel eens, op de massagetafel worden de geheimen ook verteld. Is dat nou ook zo? Dat wordt ook wel een klein beetje uit zijn verband getrokken. Je moet één ding niet vergeten. In de massagekamer waar we bezig zijn, dat gebeurt zelden dat je in een situatie bent van 1-op-1. Dat alleen de masseur er is en dat er één patiënt is die dan behandelt. Dus er zitten vaak meerdere jongens zitten erbij. Dus dat verhaal van dat de meest intieme dingen verteld worden, dat ben je wel een beetje... Ja, het is wel vaak geheimhouding, ik. Toch? Het is geheimhouding. Ja. Hey, jij bent eigenlijk de opvolger van de legendarische Johnny Visser. Ja, klopt. De oude getrouwde van GVV en de FC, die herinnert Johnny zich natuurlijk als geen ander. Maar hoe was dat, de samenwerking met hem? Fantastisch. Ja? Ja, fantastisch. Toen ik bij de club kwam, toen was Johnny die was uiteraard verzorger. Nou, er was één verzorger en verder was er helemaal niks. Ja. Eén keer in de week kwam er een dokter langs. 76 hebben we het nu over, hè, ongeveer. 74 hebben we het nu over. Ja. Dus toen later 76 en toen was er een tweede elftal. Die zat ook zonder verzorger. Dus ik was afgekeurd. Ik vond die voetballerij eigenlijk fantastisch. En toen was het bij de tweede elftal was er geen verzorger. Ik denk, weet je wat, ik ga die cursus doen. En toen ben ik verzorger geworden. Maar alleen dan ga je Johnny een beetje helpen bij dat eerste elftal. En dan groeit het een beetje in. En ik moet zeggen, we hebben altijd op voortreffelijke manier samengewerkt. Ja. Jullie waren, zoals het zo mooi heet, een twee-eenheid. Wij waren een twee-eenheid. Ja, was ook geen concurrentie of zo. Johnny was op dat moment gewoon nummer one. En, heel duidelijk. En ik heb altijd dat gerespecteerd. En toen kwam het moment, onder de Vries was dat, onder Renze de Vries, dat Johnny, hij zegt nog steeds zelfs op een vervelende manier, is weggegaan. Toen heb jij hem opgevolgd. Hè? Ja, heb jij er toen wat van meegekregen, dat er toch een beetje vervelend is geweest? Ja, maar er was een periode, was het allemaal een beetje hectisch. We hebben toen wel eens gehad, toen op een gegeven moment werd er buiten de club om werden de fysiotherapeuten geregeld. Ik weet het nog. Dat heeft destijds geleid tot het ontslag nemen van de clubarts van toen, dokter Hoekstra. Ja. Een heel integere man was dat. Ja. En dat waren allemaal van die vervelende dingen waren dat. Dat was in de periode Hamburger, dacht ik, hè? Dat was de periode Hamburger, ja. De Vries heeft altijd gezegd van... Wat er ook gebeurt en wie ik ook heb aangesteld, zei Han Berger is de beste trainer die Groningen ooit heeft gehad. Ben jij dat met hem eens? Jawel, maar
wie ben ik om daar een oordeel over te geven? Je hebt naar zoveel trainers gezeten. Ja, nou, en als je die allemaal in een grote pot gooit, en je haalt van iedere trainer het beste eruit, dan heb je het ideale beeld. Dus je hebt eigenlijk nooit een slechte trainer meegemaakt, Henk. Zal ik een paar opnoemen? Ja. Theo Vonk. Moet ik dan zeggen van slecht, dan moet ik hem een cijfer geven. Ik bedoel, als je hem cijfer geeft, daaruit blijkt wel of hij goed of slecht was of matig. Nou, dan noemen we die in de categorie onvoldoende. Onvoldoende. En Wim Rijsberg? Categorie voldoende. Wel voldoende? Jawel. Ja. Dus, Rob Jacobs heb je ook nog mee gewerkt? Ja, 5,5. Zeer matig dus. Nee, maar ik bedoel, het is dan toch wel een bepaald type trainer waar jij naast hebt gezeten, die dan eigenlijk niet voldoet aan de normen van de Groninger, hè? Nee. Kijk, maar dat gaat ook allemaal een eigen leven leiden. En je moet één ding moet je niet vergeten, en dat is mijn idee daarvan. Een trainer is eigenlijk net zo goed als het materiaal dat hij heeft. Ja. En daar is natuurlijk enorm van afhankelijk. Maar wat is dan juist de kracht van Jans dat hij het vorige seizoen en dit seizoen zo goed met het team draait? Jij zit er elke wedstrijd zit je er vlak naast. Wat is dan zijn kracht? Die man die dat is een hele nuchtere Noorderling. En wij bij FC Groningen moeten een hele nuchtere Noorderling hebben als trainer. Hij komt officieel van Zwolle trouwens, maar dit even tezijde. Ja, maar het is geen toeval dat en Hans Westerhof, nou goed, die kwam dan uit de Achterhoek, maar ook van hetzelfde type, dat die zeer succesvol is geweest. No-nonsense, zeer succesvol in gewone mensen. Ja. Nou, en daar houden we van hier in Noorden. Ja. En daar voel jij jezelf ook het meest happy bij? En daar voel ik mezelf uitstekend bij. Ja. Wat is er nou zo mooi aan dat vak van jou, Henk? Verzorgen in dit geval van de FC. Wat is het punt waarvan jij zegt van, ja, daarom wil ik nog lang niet stoppen? In de eerste plaats omdat ik voetballiefhebber ben. Daar begint het mee. En dan liefst zo hoog mogelijk, want met alle respect van de amateurwereld is het hard aan het afbrokkelen op het ogenblik, vind ik. En dan zit je er heel dicht bovenop. En om dan spelers te helpen, toen ik destijds zelf geblesseerd raakte en met die knieën zat, toen heb ik me daar eens een beetje in verdiept. Ik denk van, verdorie, hoe zit het nou allemaal en wat heb ik nou allemaal? En dan ga je helemaal in die medische dingen, ga je een beetje verdiepen. Ja. En dat is een... Dat is een ambitie, het is geen roeping. Dat is... Maar is het ook mooi om een speler die op dat moment zo belangrijk is voor het team, om die dan op tijd fit te krijgen? Ja, dat is fantastisch. Maar je moet niet vergeten, ik ben masseurverzorger en daarnaast werken we met fysiotherapeuten. Ja. Dus die fysiotherapeuten die zijn in principe verantwoordelijk voor het herstel naar een blessure. En vroeger was dat natuurlijk helemaal niet zo. Hè? En vroeger was dat niet zo. En hoe is die samenwerking? Werkt dat? Ja, we werken echt als een team. En de dokter die komt 2-3 keer in de week komt die langs. We hebben 1 keer per week dat noemen we een medisch technisch overleg met trainers en met de medische staf. Is dat nodig? Ja. Ja, waarom? Om alles wat zo'n week passeert, om dat eens even bespreekbaar te maken. Heb jij zoals die periode dat je het moeilijk hebt gehad? Die periode zat je een beetje met je gezondheid, hè? Hoe is daarmee? Uitstekend. Wat had je? Dat was 2000. Toen kreeg ik wat klachten, want bleek achteraf dat er een adertje verstopt zat en toen ben ik gedotterd. Ja. Dus toen ben ik even een poosje uit de running geweest. En nu ben je gewoon helemaal fit? Ik ben helemaal... Had je toen ook de angst dat je dacht van er komt wat einde, het kon wel afgelopen zijn? Nee, maar ik ben niet zo gauw bang, Piet. Nee, hè? Nee. Ik ben niet zo gauw bang en ik zeur ook niet snel. Nee. Hey, deze periode waarin jij nu werkt met Jans, is dit een periode die er bovenuit steekt of... Ja? Ja, dat is duidelijk. Qua resultaat zeker, maar... Ja, maar het is natuurlijk een... Dat is helemaal niks nieuws. Het is de afgelopen jaar is een gigantische flow geweest. Met natuurlijk de overgang van het Oosterparkstadion naar de Euroborg. En de club is in een jaar tijd is die echt gigantisch gegroeid. Ik bedoel, we kennen allebei nou heel best de tijden dat we ieder jaar tegen degradatie moesten vechten. Dat denk ik de tijd dat we 30 punten hadden, dat we elkaar een hand gaven en zeggen van zo, we zijn bijna weer veilig. Ik ben nog speaker geweest onder Ron Groenewoud, kwamen er 2500 man in het Oosterpark. Die werd door mij keurig netjes allemaal verwelkomd. Ik kreeg allemaal een hand. Ik kreeg fles sherry of zo na afloop. Nee, maar waar ik toch even naartoe wil, is natuurlijk die periode die jij mee hebt gemaakt. De Europa Cup successen, hè? Atletico, Inter, maar ook even de Vries. De periode onder Rens, heb je helemaal meegemaakt. Ja. Hoe kijk jij daarop terug? Ja, nou, ik heb net als ik hoop de meeste Groningers een enorm zwak voor Renze de Vries. Ja. Alleen Renze is destijds geslachtofferd in een periode dat vrijwel, en voor zover ik het weet, heel Nederland
meedeed aan Zwart Geld Circussen. Rens is ten voorbeeld gesteld. En Rens is als een iemand uit Groningen geslachtofferd. Ja, er zijn wel meer mensen uit dit periode. Ja, Ton Harbsen noem ik. Het is Bartels. Het is bij Ajax is begonnen. Het is naar Groningen naartoe gegaan. En toen kwam men verder met onderzoek. En toen heeft de Vier gezegd van stop, we stoppen er nu mee. Heeft jij dat pijn gedaan, Henk? Ja, tuurlijk. Toen met de Vries? Ja, want ik kan me nog herinneren dat Rens de Vries naar de gevangenis moest. Dat hij en ik dacht, heer Hugo Waard. Ja, ja, ik zie hem nog staan voor de poort. Ja. En dat hij mede door intensief bewerken van onze ex-club als dokter Peter Hut. Fantastische man, Henk. Fantastische man, waar ik nog zeer regelmatig contact mee heb. Ja. En die heeft zich daar heel intensief mee bemoeid dat, dat het een beetje goed is afgelopen. Ja. Maar toch wel een periode die onlosmakelijk is verbonden aan jouw carrière. Hè? Ja. Hoort er gewoon bij. Het is ook nog een dorpsgenoot van jou, hè, Rens? Ja, sterker nog, hij was zeer sterk bevriend met mijn vader. Dus vandaar ken ik hem heel goed. Ja, ja. Nu is het een hele andere tijd. Ik bedoel, als je Euroborg vergelijkt met Oostpark, moet je nu al niet meer doen. Maar als je nu al dat gehele management team ziet, je ziet wie er allemaal aan de club verbonden wordt. Het is gewoon een heel groot bedrijf geworden. Heb jij nou toch nog wel eens hunkering naar vroeger? Jawel, tuurlijk wel. Of is dat stilstaan? Dat is nostalgie. En nostalgie, dat moet je soms nostalgie een beetje koesteren. En dan heb je leuke momenten en vervolgens ga je weer vooruit. Wat is de leukste speler, Henk, waar je ooit mee hebt gewerkt? Waar ik ooit mee heb gewerkt? En wat versta je onder leuk? Nou, leukste is gewoon een speler waarvan je zegt, ja, dat is hem gewoon. Niet alleen qua capaciteit, maar gewoon als mens. Maar de meest markante man die ik heb meegemaakt is natuurlijk Milko Jurowski. Ja. Hoe was dat? Milko had altijd wat, hè? Milko had altijd wat. Milko die had altijd wat. En in het begin toen kon hij geen woord Engels en geen woord Nederlands. En hij kon helemaal niks. En er was een talk was erbij, dus ik probeerde een beetje met Milko te communiceren. En de derde of de vierde dag had Milko een schopje te krijgen op de training. En hij lag bij mij op de massagetafel. Ik dacht, nou, ik zal mijn best even doen. Ik zeg, Milko, er moet wel een beetje ijs op die blessure. Ja, ja. Maar Milko me aankeek met een paar hele trouwe ogen. Hij zei, ijs is goed voor whisky, zei hij. Ja. Maar toch vreemd, zo'n man. Als je vraagt naar vroeger, komt altijd die naam weer naar boven. Ja, maar dat was een heel immabel mens, was het ook. Ja. Een heel immabel mens. Het was een hele goede voetballer bij Vlagen. Want ik bedoel, even op vrijdagavond naar Roda uit moest met de Sendelbaan eromheen, met meer dan 5. Nou, dan kon je hem beter thuis laten. Maar op zondagmiddag bij Ajax, een temperatuurtje van 20 graden, vol stadion. Nou, dan liet je wilde Milko maar lopen. Jij hebt ze dus eigenlijk allemaal op tafel gehad. Erwin en Ronald, noem ze allemaal maar op. Een geblesseerde speler lijkt mij is altijd hetzelfde, of niet? Chagrijnig. Altijd? Ja, hè? Ja. Ja, mensen, die zijn allemaal chagrijnig. Dus dan is dat mij de schone taak om iemand die geblesseerd is, om zo'n blessure een beetje in perspectief te plaatsen. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon zeggen hoe het is. Ja. Ik bedoel, als je een gebroken been hebt, kun je zeggen van het duurt 2 maanden. En als je een gegroeide nagel hebt, dan zeg je van het duurt 2 dagen. Laten wij eens een recent voorbeeld nemen. Laten wij eens Paul Matthijs nemen. Hè? Ja. Jongen die op een bepaald moment liesblessure heeft, denkt dat hij terug is. Misschien wat een geforceerd Partizan Belgrado. Krijgt een terugslag. Werkt weer naar het punt toe dat hij weer aan kan sluiten bij de selectie. Krijgt weer die terugslag. Hoe ga jij daarmee om met zo'n jongen? Ja, gewoon praten. Kijk, met Paul die hoef je niks wijs te maken. Die jongen die heeft bewegingswetenschappen gestudeerd. Dus die weet precies wat er met zijn lichaam aan de hand is. Maar ja, die wordt er zelf aan. Op sommige momenten wordt hij natuurlijk ook hartstikke stront-chagrijnig van als hij dan weer die blessure krijgt. Nou, en dan moet je dus gewoon op een hele normale, volwassen manier praten met zijn jongen van, ja, nou, wat de mogelijkheden zijn en wat de onmogelijkheden zijn. Maar is dat nou, zo'n geval, is dat nou een voorbeeld van echt dat er een band is tussen de verzorger en de speler? Ja, maar dat gewoon een normale band. Ongeacht des persoons, je wilt iedereen die wil je zo goed mogelijk wil die helpen. En of dat nou wissel nummer 18 is, of speler nummer 1, die wil die jongens allemaal gelijkmatig weer die behandelen. Maar je moet hem wel steeds uit het dal halen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hey, ik vond het mooi dat jij hier was, Henk. Ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk helemaal niet zeggen, ik bedoel vanaf 1974, zeg maar 76, als verzorger. Maar als het gewoon zo goed met jou blijft gaan, wil je dit nog wel 10 jaar doen? Ik vind het prima, ik vind het heerlijk. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. Het gaat goed, hè, dit seizoen? Ja. Zondag Utrecht. En dan dacht ik PSV. Ja, zaterdag. En dan dacht ik AZ. Dat is een mooie wedstrijd, denk ik. En aan het einde van de rit bij de eerste 9 staan, dan geven we elkaar allemaal in de hand. En drinken een glas. En zeggen dat het gezellig was. Ik vond het mooi dat jij hier was. Okay. Henk Hagenouw, de verzorger van FC Groningen, ik zei het al.
al meer dan 32 jaar onlosmakelijk verbonden bij de FC. Er zijn niet zoveel die hem dat kunnen nadoen. Tot de volgende week.